Goedenavond en van harte welkom op dit live webinar over de voordelen van fysieke activiteit tijdens en na kanker. We zijn blij dat u hier zo talrijk op heeft ingetekend. Want met dit webinar wil Stichting Tegen Kanker een zo groot mogelijk publiek bereiken en informeren over het belang van lichaamsbeweging voor, tijdens en na kanker. We kregen al heel wat vragen binnen op voorhand, maar aarzel niet om uw vragen nog tijdens dit webinar via de chat te stellen. We gaan proberen om er zoveel mogelijk te beantwoorden. We kunnen natuurlijk niet op elke persoonlijke case ingaan, maar wees ervan overtuigd dat we er zoveel mogelijk gaan beantwoorden. Mocht uw vraag niet aan bod zijn gekomen, dan is er nog altijd onze gratis dienst Kankerinfo. Die kan u ten alle tijde bereiken, telefonisch, via de chat, via de website of via mail. En zij helpen u heel graag verder. We zijn heel blij vandaag om drie sprekers aan u voor te stellen. Voor dit onderwerp in de eerste plaats welkom. Dr. Sophie Geukens, u werkt op het departement Fysische Geneeskunde en Revalidatie in het Imelda Ziekenhuis in Bonheide. Ik mag u vanaf nu Sophie noemen, heb ik gehoord. Absoluut. Dus ik ga dat ook doen. Oké, prima. En dan Wim van Driessen, sportfysioloog aan het OLV in Aalst. En ik ga u ook Wim noemen vanaf nu. We zijn heel blij dat u hier vanavond bent. En dan geef ik ook heel graag het woord aan dokter Véronique Leray. Dat is de medisch directeur en woordvoerster van Stichting Tegen Kanker. En zij zal even de aandacht van Stichting Tegen Kanker voor deze fysieke activiteit toelichten. Graag aan jou het woord, Véronique. Dankjewel, Sandra. Ja, dus Stichting Tegen Kanker vindt het heel belangrijk dat er meer aandacht besteed wordt aan fysieke activiteit. Nu, misschien een klein woordje over wie we zijn. We zijn dus een stichting, nationaal, Belgisch, onafhankelijk. En we hebben drie missies. Steun aan wetenschappelijk onderzoek is de eerste, dus om de strijd tegen kanker vooruit te helpen. De tweede missie is de steun aan patiënten en hun naasten via psychosociale steun. En de laatste is preventie, omdat het beter is van te voorkomen dan te genezen. En binnen dit kader is fysieke activiteit zowel in preventie als steun voor patiënten die de diagnose van kanker gekregen hebben. En eigenlijk, waarom Stichting Tegen Kanker fysieke activiteit en initiatieven daar rond steunt, is eigenlijk een lang verhaal. We zijn in 2007 begonnen met een aantal initiatieven te steunen om de toegang tot fysieke activiteit voor patiënten die de diagnose van kanker gekregen hebben, bij aanvang van behandeling, tijdens behandeling en na behandeling te steunen. En toen zagen we dat op een elftal jaren dat we ongeveer dus 1500 patiënten hebben kunnen bereiken. En Stichting Tegen Kanker vond dat het belangrijk was om naar een versnelling over te gaan. Dus van een programma dat dus Raviva heette, en dat actief was in heel België, van Oostende tot in Aarlen, zijn we van dat programma overgestapt naar een grant voor fysieke activiteit, waar de bedoeling was dus toegang naar fysieke activiteit voor meer patiënten. De tweede bedoeling daarvan was om meer interactie tussen de ziekenhuizen en de perifere centra, waar ook fysieke activiteit beschikbaar was, te stimuleren en de aanbod eigenlijk te bieden vanaf het begin, vanaf de diagnose, zodat de patiënten eigenlijk tijdens de behandeling, maar ook na de behandeling, toegang kregen. En daarvoor zijn er eigenlijk 30 prachtige projecten geïdentificeerd, waarvan we nu eigenlijk twee laureaten hebben. En zij gaan u meer uitleg geven en we zijn daar heel dankbaar voor. Dankjewel, Véronique. Sophie, je bent een van de laureaten van zo'n fysieke grant. We zijn heel benieuwd naar uw project. Kan u het even toelichten? Zeker. Eerst en vooral een woordje dank aan de mensen van de Stichting Tegen Kanker voor deze uitnodiging. En ik wil heel graag ons project Beweeg naar je herstel voorstellen. Dat is het project van het onco-revalidatieteam van de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie in het Imelda Ziekenhuis in Bonheide. Wetenschappelijke studies tonen aan dat het fysieke welbevinden van kankerpatiënten aanzienlijk verbetert door fysieke activiteit, niet alleen tijdens, maar ook na de behandeling. Op vlak van fysieke activiteit na de kankerbehandeling bestaat er, denk ik, al heel wat. Ik denk dat in de meeste Vlaamse ziekenhuizen momenteel wel een of ander onco-revalidatieprogramma bestaat, met als doel patiënten na hun kankerbehandeling
te begeleiden in hun herstel. Maar dus het feit dat die studies ook aantonen dat fysieke activiteit tijdens de behandeling ook heel belangrijk is, dat heeft ons toch deels geïnspireerd om in 2019 ons project Beweeg naar je herstel voor de grens fysieke activiteit van de Stichting tegen Kanker in te dienen. We zijn dan uiteraard ook heel vereerd dat ons project, dat wij met ons project als een van de laureaten weerhouden zijn en dat we ook de kans krijgen om dat te realiseren. Nu, alvorens dat ik ons project wil toelichten, ga ik heel kort toch even schetsen wat wij reeds deden op vlak van fysieke activiteit voor kankerpatiënten. In het najaar 2007 zijn wij gestart met CADANS. Dat is het oncologisch revalidatieprogramma bij ons op de dienst fysische geneeskunde. En wanneer een patiënt de diagnose krijgt van kanker, dan volgt er meestal een lange, intense behandelperiode. En wanneer dan die laatste behandeling eindelijk gedaan is, de laatste chemotherapie of de laatste radiotherapie, dan heerst daar uiteraard een gevoel van opluchting, van het is eindelijk achter de rug. Maar de dag nadien, bij wijze van spreken, dan komt het besef dat het toch nog niet gedaan is. Dat lichaam heeft afgezien, mensen moeten herstellen. En voor veel patiënten blijkt het toch niet zo evident te zijn om dat op eigen houtje te doen. En dan zijn wij er om mensen met CADANS te begeleiden in hun herstel. Ons revalidatieprogramma is eigenlijk een multidisciplinair revalidatieprogramma. Dus naast fysieke trainingen bieden wij ook infosessies aan, gegeven door de oncopsychologen en ook voedingsadvies door de oncodiëtisten. De infosessies door de oncopsychologen die zijn 2 wekelijks. Dat zijn een zestal sessies. Zij bespreekt onderwerpen waar dat iedereen die met kanker te maken heeft wel belang bij heeft. Dat gaat over vermoeidheid, geheugenproblemen. Ook rond intimiteit, hoe terug het werk te hervatten. Maar het grote accent ligt wel op de fysieke trainingen. Er wordt 2 maal per week getraind, dus elke dinsdag en donderdag namiddag komen patiënten bij ons op revalidatie. Nu, alvorens dat iemand kan opstarten in het revalidatieprogramma, zie ik patiënten uiteraard eerst op de raadpleging, zodanig dat wij toch patiënten een beetje leren kennen en weten welke medische bagage patiënt meedraagt en welke eventuele fysieke beperkingen zijn waar dat we rekening moeten mee houden. In de verdere revalidatie, er zijn heel wat patiënten met een okselklieruitruiming, mensen met een heupprothese, knieprothese, rugproblemen. En dat zijn allemaal zaken die we moeten meenemen in het revalidatietraject. Wij moeten natuurlijk op een of andere manier een idee krijgen wat dat de fysieke toestand is op dat ogenblik van de patiënt. Dus dan volgt er een soort test, een soort intake, individueel bij een van onze kinesisten van het oncoteam. En ze gaan gedurende 3 kwartier een aantal testjes, eenvoudige testen doen, om een idee te krijgen over de conditie, bewegelijkheid, lenigheid van de patiënt. En op basis van al die gegevens wordt er dan een individueel trainingsprogramma opgemaakt en kan patiënt eigenlijk de eerstvolgende sessie gewoon mee opstarten. Er wordt in groep getraind, maar elke patiënt traint zijn eigen programma. In het pre-corona-tijdperk, als we dat zo mogen noemen, werd er geoefend in groepjes van 8 patiënten per kinesist. Momenteel beperken we dat tot 4 om de nodige afstanden te kunnen respecteren. Nu, naar aanleiding van de Grants fysieke activiteit zijn we ons dan ongeveer 2019 toch gaan afvragen of dat we niet iets extra moeten doen en kunnen doen voor patiënten met kanker. Wat kunnen we doen voor de oncorevalidatie, eigenlijk tijdens de kankerbehandeling? En dan het andere waar we toch over nadachten was, wat kunnen we patiënt aanbieden om in beweging te blijven als de oncorevalidatie beëindigd is. Dus zo is een beetje Beweeg naar je herstel ontstaan en heeft het eigenlijk 2 luiken met als bedoeling dat we patiënt doorheen gans zijn traject, eigenlijk van bij start bij de behandelingen tot na de revalidatie in beweging kunnen houden of toch motiveren
om te blijven te bewegen. Dus we hebben het idee opgevat om bewegingssessies op het oncologisch dagziekenhuis aan te bieden. Dus dat is het ene luik. Het andere is een samenwerking met de sportdienst Berendrode in Bonheiden. Dus even... Voilà, dus we zijn met de bewegingssessies gestart in september 2019. Nu, wij zijn natuurlijk eerst even gaan samenzitten met de mensen van het Oncologisch Dagziekenhuis, met de artsen, met de verpleegkundigen, om te kijken hoe dat we zo'n bewegingssessie kunnen integreren in de bestaande organisatie van het dagziekenhuis. En ja, het blijkt dat als patiënt toekomt op het Oncologisch Dagziekenhuis, je krijgt een bloedname en dan ja, moet er toch even gewacht worden alvorens die resultaten bekend zijn en de chemotherapie al of niet wordt toegediend. En die periode daartussen die willen wij eigenlijk benutten om patiënten de mogelijkheid te bieden om te bewegen. Het dagziekenhuis is natuurlijk geen revalidatiecentrum, dus we hebben daar geen oefenzaal. De afstand van het Oncologisch Dagziekenhuis tot de revalidatie is te groot om met al die patiënten naar daar te gaan. Dus onze kinesisten zijn wat creatief moeten zijn. En eigenlijk gaan wij heel eenvoudig een stukje van de gang van het Oncologisch Dagziekenhuis, waar weinig passage is, gaan we gebruiken om die bewegingssessie aan te bieden. De bedoeling is dat dat toch laagdrempelig is. Hè. Er zijn mensen die verzwakt zijn, die vermoeid zijn, maar ook die mensen willen we de kans bieden om toch daaraan deel te nemen. Dus zo nodig worden er stoelen in de gang geplaatst, zodat mensen vanuit een zittende houding kunnen oefenen. Wie dat in stand kan oefenen, doet dat in stand. Hè. Dus meestal zijn dat ja, een zestal patiënten per sessie die dat deelnemen. En dat gaat over heel eenvoudige oefeningen. Ja, om de beweeglijkheid te verbeteren van ja, schouders, ellebogen, heupen, knieën. Lichte krachtoefeningen voor arme benen. Er wordt al eens gebruik gemaakt van rekkers. Dus ongeveer een half uurtje dat de patiënt bezig is met deze oefeningen. Momenteel kunnen we dat 3 keer per week aanbieden. Dus op maandag, dinsdag en donderdag voormiddag. We hopen uiteraard op termijn dat we dat dagelijks kunnen doen. Maar... voorlopig kunnen we toch al met 3 momenten per week starten. De feedback van patiënten is zeer positief. En dat blijkt ook uit het feit dat we ze de keer daarop dat ze zich spontaan komen aanmelden om terug deel te nemen. Maar ook artsen en verpleegkundigen van het Oncologisch Dagziekenhuis ja, ervaren dat toch ook dat er ook wel een positieve vibe komt op het dagziekenhuis. En een aspect dat heel vaak aan bod komt, is ook het sociaal aspect. Hè. Mensen komen van hun kamer op het dagziekenhuis wekelijks, of per keer dat ze komen, zien ze meestal dezelfde mensen. En ja, dat sociaal contact stimuleert ook om aan die sessies deel te nemen. Dus gedurende hun ganse periode van behandelingen op het Oncologisch Dagziekenhuis kunnen zij deelnemen aan de sessies. Wanneer dat die beëindigd zijn en eventueel ook de radiotherapie, en dan kunnen ze zo gewenst overschakelen op het bestaande oncologisch revalidatieprogramma, Cavans, zoals ik daarnet uitlegde. Mensen komen dan 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden, soms nog langer revalideren. Maar dan is onze bezorgdheid natuurlijk als... de revalidatie gedaan is, ja, dan moet de patiënt blijven bewegen. En er zijn zeker mensen voor wie dat geen probleem is. Hè. Daar zitten sportievelingen bij die terug 3 keer per week gaan joggen, die hun abonnement in de fitness terug opnemen, die naar de aquagym gaan. Maar dan horen we toch van veel mensen dat ze dat toch moeilijk vinden. In de zomermaanden gaat dat nog. Hè. Je kunt gaan fietsen, gaan wandelen, maar in de wintermaanden, als slecht weer is, hè, dan, ja, dan wordt dat toch wel moeilijk en weten de mensen niet zo goed doen dat ze dat moeten aanpakken. Dus vandaar ons idee om toch eens te gaan samenzitten met de mensen van het sportcentrum Berendrode bij ons in Bonheiden. Ja, wat dat we eigenlijk kunnen doen om mensen te stimuleren. En dan hebben we het idee opgevat van een teambeurtenkaart aan te bieden. Daar wordt een symbolisch bedrag van €5 voor gevraagd, maar de rest is eigenlijk gesteund door de
door de stichting. En met die 10-beurtenkaart kan de patiënt om het even welke groepsles die in de sportdienst wordt aangeboden, kan die die sportles gaan volgen. Dat gaat van yoga naar pilates, naar algemene bewegingssessies. Dus dat is een gans gamma. Patiënten krijgen ook een brochure mee waar dat al die lessen uitgelegd staan. En de bedoeling is dat ze eigenlijk eens kunnen proeven, een keer kunnen proberen van oh, zou die yoga toch iets voor mij zijn? En eigenlijk kost dat dan 50 cent. Zodanig dat dat ook geen drempel is om toch te gaan bewegen. We zijn ook van start gegaan in september 2019. En de mensen van de sportdienst hebben dan ook het initiatief, zijn ook met het idee gekomen om zelfs een extra groepsles in te lassen. Speciaal gericht op mensen na de onco-revalidatie, om dat eigenlijk op een meer recreatieve manier voor te zetten in de sporthal. Dus dat is ook een van de lessen dat ze kunnen volgen. We zijn dan ook met gans de patiëntengroep die op dat ogenblik aan het revalideren was bij ons, zijn we de eerste les gaan meevolgen. Zodanig dat eigenlijk, dat zal een keer proeven wat dat het is, dat ze ook de lesgever al een keer gezien hebben. Eigenlijk alles om de drempel om nadien naar daar te gaan zo klein mogelijk te maken. Nu, helaas hebben we dat maar een paar maanden kunnen doen en dan zijn we wegens de sluiting van de sportcentra, staat dit tijdelijk on hold. Maar wij hopen in september terug van start te kunnen gaan. Dus ik denk door die twee aanvullingen hebben we ons bestaand project kunnen uitbreiden en kunnen we patiënten eigenlijk doorheen zijn ganse traject begeleiden en activeren om te bewegen. Mm-hmm. Dank u wel, mooi project. Dank u. Wim van Driessen, Wim van het OLV Aalst. Jij bent ook laureaat met een project. Kan je het project in Aalst even toelichten? Met plezier. Allereerst onze dank aan de Stichting tegen Kanker, want jullie maken het mogelijk om deze projecten te kunnen ontwikkelen. En jullie geven ons echt wel de ademruimte om deze dingen te doen. En dat geeft heel veel aan de patiënten. Dus onze oprechte dank daarvoor. Nu, om het eventjes voor te stellen aan jullie, we hebben het OncoFit-programma uitgewerkt. Met als bedoeling om ook tijdens behandeling een programma van fysieke activiteit te gaan aanbieden aan onze patiënten. Want vroeger hadden we enkel het onco-revalidatieprogramma, dat inderdaad na behandeling liep, een beetje analoog aan hetgeen dat bij jullie in Bonheiden gebeurt. En wij ondervonden toch wel dat daar een zekere leemte was dat we tijdens behandeling niet konden gaan opvullen. En er zijn heel veel studies in de recente jaren gebeurd die echt wel heel duidelijk aantonen dat fysieke activiteit tijdens behandeling essentieel is, eigenlijk een essentieel onderdeel is van het herstel van de patiënt. Dus je moet dat op een of andere manier proberen te implementeren in je programma. En dan hebben wij de steun van de grant van de Stichting tegen Kanker gekregen. Hebben we het OncoFit-programma uitgewerkt. Dat ik jullie eventjes gaan tonen op de slides. En ons opzet is eigenlijk om tijdens behandeling 150 minuten per week te gaan bewegen met patiënten. Zowel tijdens en ook na behandeling, uiteraard, want we willen dat ook wel laten doorstromen uit het onco-revalidatieprogramma op termijn. Nu, we doen dit zowel in een groepstraject als in een individueel traject. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat mensen bij ons in groep kunnen komen sporten, maar ook individueel, want we hebben soms mensen die zeggen van gaan ze het groepsgebeuren, ik vind dat toch net iets minder. En die hebben dan de mogelijkheid om individueel in de revalidatiezaal te komen sporten, te komen bewegen en echt wel met de kiné heel individueel te gaan revalideren. Nu, een van de belangrijke dingen die we erbij ontwikkeld hebben, we hebben dit programma opgezet, zowel binnen het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. We hebben een netwerk van perifere partners gaan recruteren. Dat bestaat uit sportcentra, uit fitnesscentra, uit perifere kinesitherapeuten, kinesisten die echt wel een groepspraktijk hebben en dergelijke. Een heel high-quality netwerk, waarbij dat we echt wel gestreven hebben om al die mensen een goede, gedegen opleiding te geven over hoe ga je om met een oncologische patiënt. Want voor de fitnesstrainer in het fitnesscentrum of voor sommige kines in de periferie is het niet zo evident om met een oncologische patiënt te gaan sporten, te gaan bewegen. Dus we hebben die mensen een heel degelijke opleiding gegeven, wat nu resulteert in dat zij op de volgende slide zien dat we een 16-tal centra hebben waar we heel nauw mee samenwerken nu. Nu, ons OncoFit-programma bestaat uit twee pijlers. Voor ik naar de volgende slide doorga, we hebben een trainingsluik en een relaxatieluik. En daar gaan we straks even op terugkomen dat dat precies omvat. Nu, hoe werkt onze OncoFit-zorgpaden? Dus eerst en vooral, de patiënt komt altijd bij de oncoloog. Dus de patiënt ziet de oncoloog en de oncoloog stelt de pathologie vast en bespreekt met de patiënt zijn behandeling.
Vervolgens wordt die patiënt dan doorgestuurd naar de zorgcoördinator, die ziet de patiënt opnieuw. En dan hebben we daar het nieuwe luik gebracht dat de patiënt vervolgens wordt doorgestuurd naar de beweegcoach, die intern actief is en die eigenlijk elke oncologische patiënt die gemotiveerd is om het te doen, zit op een intakegesprek en die met hem of haar de optimale manier, het optimale traject rond fysieke activiteit gaat bepalen. En dat kan zowel binnenshuis als buitenshuis zijn. Dus we hebben mensen die te ver van Aalst wonen. We zitten in Aalst gelokaliseerd. We hebben mensen bijvoorbeeld die te ver van Aalst wonen, die zeggen van ja, goh ja, telkens 20, 30 minuten naar het ziekenhuis rijden, dat is te ver. Vandaar hebben we dat netwerk in de periferie uitgebracht. Die kunnen waarschijnlijk op 5 minuutjes van hun deur krak dezelfde training gaan volgen, krak dezelfde fysieke activiteit gaan volgen, als dat bij ons in het ziekenhuis zou aangeboden worden. Ook wel gemonitord door ons, dus we weten heel goed waar die mensen zitten, wat die mensen aan het doen zijn. En we hebben ook wel een heel nauw contact met die coaches en die trainers en die kines in de periferie. We doen dat, zoals gezegd, zowel als groep en als individueel. En iedereen heeft ook een persoonlijk schema. Dus wat gebeurt er met de patiënt? De patiënt krijgt altijd een conditionele screening van hoe ziet die conditie er op dit moment uit, wat het die ook is. Dus we proberen de patiënt zo vlug mogelijk op te pikken, liefst nog net voor zijn eerste chemo of vlak tijdens zijn eerste chemo, zo rap als het kan. We testen die, we kijken wat de conditionele parameters zijn van die patiënt. We doen een inspanningstest, we doen een handkneptest, we doen een impedantiemeting om echt wel dat conditionele profiel heel goed te kunnen schetsen. En dan krijgt die patiënt zijn persoonlijk trainingsschema, waarbij dat hem op hartslag gaat trainen en dat hem eigenlijk altijd wel binnen zijn eigen mogelijkheden gaat gaan bewegen, gaat gaan sporten. Na 3 maanden evalueer je die patiënt, na 6 maanden evalueer je die patiënt opnieuw. In dit traject zitten zowel curatieve als palliatieve patiënten. Tijdens de behandeling willen ook palliatieve patiënten zo goed mogelijk in conditie houden, om ze echt zoveel mogelijk kwaliteit te geven en te bieden. Want ik ga een open deur intrappen, maar palliatief is helemaal niet terminaal. Je kunt heel lang in een palliatieve setting zitten en toch een heel hoge levenskwaliteit hebben. Wat belangrijk is, want die mensen vallen soms heel vaak uit de boot binnen andere programma's en door een werking binnen behandeling aan te bieden, kun je die echt wel gaan opvangen en heel goed gaan trainen, gaan conditioneren. Nu, het programma is er steeds op gericht. We werken met OncoFit tijdens behandeling. We zijn er steeds op gericht om ofwel in een curatieve setting door te stromen naar het Onco-revalidatieprogramma, waarbij ze dan analoog, zoals bij Sofie en Bonheiden, 2 keer in de week komen trainen en uiteindelijk naar een volledig herstel gaan met infosessies erbij en dergelijke. Ofwel stromen ze door naar de periferie, naar een van die perifere centra's, waar dan ze in een ideale wereld al komen. Dus in een ideale wereld komt de patiënt die in het Aalsterse woont 1 keer bij ons trainen, 1 keer in het centrum in de periferie trainen, komt dan zijn 150 minuten bewegen in de week. En die stap naar de periferie is snel gezet dan. Die stap naar de sportclub is ook snel gezet. Ze weten al, ze zijn heel snel vertrouwd met de werking van buiten het ziekenhuis. Oké, dat is veilig, ik kan daar gaan sporten. Mensen weten wat ze doen en kunnen ons daar heel goed opvangen. Nu, onze 2 pijlers van ons OncoFit-programma. We hebben ons trainingsluik en we hebben ook een relaxatieluik uitgewerkt. Dus ons trainingsluik, ik heb het er net al gezegd, dus we doen zowel een cardiotraining met hartslagmonitoring. We doen een krachttraining waarbij dat we de kracht gaan opwerken, tonificatie. We willen de sarcopenie tegengaan, dus we willen de spierafname, de atrofie eigenlijk in het lichaam tegengaan om de toxiciteit van de behandeling toch een klein beetje te gaan counteren. We doen core stability sessies, werken op proprioceptie, op lenigheid. Eigenlijk om speciaal erop gericht om al die nevenwerkingen van die behandeling te gaan tegengaan, zoveel mogelijk te gaan tegen. Ik kan niet zeggen dat dat het alles heiligmakende middel is, maar we kunnen wel zoveel mogelijk doen om dat echt wel te gaan counteren. Die trainingssessies gaan wekelijks door in het ziekenhuis. Dus patiënten kunnen wekelijks bij ons 1 uur komen trainen en zoeken dan uiteraard naar dat 2e uur, ofwel in de periferie, ofwel kunnen we mensen hebben die zeggen van ik ga heel graag wandelen met mijn hondje of ik ga heel graag fietsen met mijn partner, die gaan dan gaan fietsen, maar ze zijn wel heel gericht met beweging bezig. Dus we doen onder leiding van de kinesiotherapeuten, zoals je op de slide ziet, zowel binnenshuis als buitenshuis, of een opgeleide trainer, coach in de periferie. We hebben mensen die later in een fitnesscentrum werken en die heel, heel goed opgeleid zijn, die heel goed op de hoogte zijn van hoe je met een oncologische patiënt aan de slag moet. En nu het mooie van gans het verhaal is, van als een patiënt bij de kinesiotherapeut gaat, is dat natuurlijk onder RISIF-nomenclatuur, dat zit onder RISIF-terugbetaling. De patiënt heeft er in vele gevallen enkel tramgeld te betalen, in sommige gevallen zelfs niks, maar ja, dat hangt af van mutualiteit tot mutualiteit. Nu, al de centra waar wij mee samenwerken in de periferie hebben zich eigenlijk geëngageerd om aan een heel voordelig, heel goedkoop tarief te gaan werken. En die werken eigenlijk vrijwel aan hetzelfde bedrag als het tramgeld van de kinesiotherapeut. Met beurtenkaartjes, de patiënt hangt nooit ergens aan vast, hangt nooit vast aan een engagement van 1 jaar of langer of zo. Nee, heeft gewoon zijn 10 beurtenkaartjes. De
kost hem eigenlijk ongeveer hetzelfde als dat hem bij de kinesist zou gaan trainen. Dus we hebben dat echt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. En uiteraard willen wij ze ook altijd proberen motiveren tot een extra beweging in de thuiszetting. Daar moeten we altijd naartoe. En dan ons relaxatieluik, om daar nog eventjes op terug te komen. We hebben ook een instructeur ingehuurd die elke week in het ziekenhuis een sessie bewegingsyoga komt geven. Maar echt in bewegingsyoga op een hele goede, doordachte manier die echt wel goed wetenschappelijk onderbouwd is. In een ideale wereld, we zien heel veel mensen van de rugschool bijvoorbeeld. In een ideale wereld zouden we alle rugpatiënten eerst eens naar de bewegingsyoga willen sturen om daar kennis te maken met bekkenmobiliteit. Hoe kan je echt die lichaamscontrole krijgen? Het zit heel goed in elkaar. Dat is een vaste lesgever. Patiënten kennen die heel goed. We hebben die heel zorgvuldig gerecruiteerd. Gaat wekelijks door binnen het ziekenhuis, kost de patiënt ook niks. Dus dat is een van de voordelen ook dat we met de grant van de Stichting tegen Kanker kunnen bereiken. Dat we dit kunnen aanbieden aan patiënten. Dus ja, een heel boeiend programma dat sinds september 2019 gestart is. En ja, we hadden nooit gestaan waar we nu staan zonder de Stichting. Dat was een utopie en we staan nu en we zijn er heel trots op. En we willen dat nog verder uitbouwen zelfs. Dus bij deze nogmaals onze dank. Mooi project. Ja. Een vraag die ik aan u beiden wil stellen is tweeledig. Wat zijn de voordelen van die fysieke activiteit die u bij uw patiënten vaststelt? En hoe reageren zij zelf? Wat is de feedback die u van hen krijgt? Misschien beginnen bij Wim. Een van de voordelen, ik zal misschien mijn volgende slide even nemen, want die zat nog op de feedback van de patiënten bij. Nu, er zijn tal van voordelen aan fysieke activiteit tijdens behandeling. Studies hebben al vaker aangetoond dat de vermoeidheid tijdens behandeling echt wel sterk teruggedrongen wordt. De nevenwerkingen van de behandeling worden minder door fysieke activiteit. Ik kan niet zeggen dat ze verdwijnen, maar ze worden sterk minder. De behandeling gaat veel beter aanslagen door fysieke activiteit. Gaan ze metabolisme gaat in gang natuurlijk. Maar ook patiënten krijgen, zoals hier ook, van hun algemene fysieke conditie wordt beter behouden. Ze voelen zich ook beter. Mensen voelen zich niet meer... We krijgen heel vaak de vraag, oncologen krijgen heel vaak de vraag van de patiënt van wat kan ik zelf doen? Gaan dan bij de oncoloog en zeggen, dokter, wat kan ik zelf doen? En vroeger dienden al die oncologen te zeggen van ja, je kunt niet veel doen, je kunt je eigen verzorgen en je moet je behandeling ondergaan. Nu kunnen ze echt wel zeggen van oké, je kan aan je fysieke conditie gaan werken en je kan aan je eigen lichaam gaan werken om dat zo goed mogelijk in conditie te houden. Want uiteindelijk, je eigen lichaam is de enige plek die je hebt om in te leven. Hè? Dus daar moet het gebeuren. Dus patiënten krijgen dat besef en ondervinden dat hun fysieke conditie beter wordt behouden. Dus ze voelen zich gewoon beter. Zoals gezegd, die nevenwerkingen verminderen, de vermoeidheid wordt minder uitgesproken. Maar ze slapen ook veel beter. Ze hebben een veel rustigere nachtrust. Ze hebben fysiek actief geweest. Ze kruipen in hun bed, ze slapen. Ze krijgen veel meer levenskwaliteit, dat zelfvertrouwen stijgt. En ook dat sociale aspect is enorm belangrijk binnen die groepsessies. Ik spreek nu niet over een individuele patiënt die naar het ziekenhuis komt. Zelfs daar is ook een sociaal aspect toch wel belangrijk, omdat hij dan wekelijks naar het moment komt met zijn kinesitherapeut, ziet die mensen in de revalidatiezaal en is het ook weer sociaal actief. We hebben heel veel mensen die naar die trainingsgroepen komen en die komen daar om ondertussen bij hun vrienden te zijn. Die trainen samen naar hetzelfde doel. Ze zijn samen bij ons in de bedrijfsfitness van het OLV, die we gekregen hebben ter beschikking ervoor. Ze zijn daar wekelijks aan het trainen en hebben heel veel aan elkaar. En kijken echt wel wekelijks uit naar dat moment om samen te gaan bewegen, samen te gaan sporten. En dat is een win-win situatie, want uiteindelijk worden ze er zelf beter van. Alles lukt beter, behandeling slaat beter aan. En ja, ze hebben iets om handen. Mm-hmm. En dat is toch wel een heel belangrijk aspect. Mm-hmm. Oké, dank u. Ja. Misschien kan u ook aanvullen wat u merkt bij de patiënten en de voordelen. Ja, in afwachting van de slide. Ja. Voilà. Sinds dat we met Bewegen naar je herstel gestart zijn, kunnen we patiënten eigenlijk doorheen gans zijn traject volgen. En ja, de feedback dat we van patiënten krijgen sluit heel sterk aan bij wat Wim net komt te vertellen en eigenlijk bevestigt dat ook wat dat in de wetenschappelijke studies wordt aangetoond. Mensen zijn enthousiast, voelen zich beter. En ik heb enkele uitspraken van patiënten bij ons op het oncologisch dagziekenhuis van het sportcentrum. Gezien de omstandigheden hebben we daar geen beelden van. Dus ik wou enerzijds toch even de sfeer scheppen hoe het eraan toe gaat. Dus het is
We maken gebruik van de middelen dat er zijn, maar het lukt perfect. Hè. Ik heb hier... het tekstballonnetje wijst niet naar de juiste persoon, voor alle duidelijkheid. Hè. Dus maar Lopke bijvoorbeeld, hij zegt, ons wekelijkse turnsessie, zo noemt ze dat op donderdag, hè, is altijd een aangenaam samen zijn, samen bewegen op eigen ritme en niveau. Hè. Ook een moment om onze kamer eens te verlaten. De tijd vliegt voorbij. En het is fijn om eens onder de mensen te komen. Ik kijk er elke week naar uit. Dat is één van onze patiënten. Voilà, hier zitten onze patiënten in actie, terwijl dat ze recht staan. En zoals je ziet, mensen staan daar met hun infuus, staan er, maar dat belet niet om te bewegen. Stefan heeft hier ook een nota achtergelaten. Hij is iets poëtischer. Hè. Dankzij Anne, dat is de kinesiste in actie, hè, met haar fysioplan, beweegt terug alles wat nog kan. Hè, nog even. En ik word een superman, een sportman, pardon. Dus het enthousiasme is er. En ook de nodige humor, ondanks hè, dat het toch mensen zijn met een zwaar traject. En dan tot slot had ik nog een briefje gekregen van Aniek. Armen en benen strekken terwijl je aan het wachten bent. Ik had niet verwacht dat het mij zo deugd zou doen. Ik doe deze oefeningen nu ook thuis. En ik denk dat dat iets is wat dat ook een positief iets is, dat mensen eigenlijk zonder dat ze thuis een fitnesszaal hebben, toch de moeite nemen om elke dag een paar van die oefeningen te doen. Maar ze schrijft er wel bij, in groep is het wel leuker. Voilà. Dank je wel. Er is al één vraag binnengekomen. Wim, jij sprak over de perifere instellingen waarmee jullie samenwerken. Heeft het OLV daar een lijst van, vraagt iemand? Of kunnen ze dat ergens verkrijgen? We hebben er een lijst van. Nu, die lijst is intern bij ons beschikbaar. Staat voorlopig nog niet op de website, omdat we... We willen altijd wel als ziekenhuis en zeker neutraliteit gaan behouden. Ja. En als je dan zegt van als je een lijst met sportcentra op je website gaat zetten, dan begin je al bepaalde dingen te bevooroordelen en zo. We hebben die lijst, die kan bij ons makkelijk geraadpleegd worden, die kan bij ons verkregen worden. En als je ons een mailtje stuurt, dan sturen we die onmiddellijk door. Dat is perfect, denk ik, als antwoord. Ja. Even surfen naar jullie website. En... Ja, voilà, onze contactgegevens staan daarop. Manuk oncofit@olvz.aals.be en dan kom je altijd bij ons terecht. En dan kunnen wij met plezier die lijst bezorgen. Prima. We hebben ook een mooie getuigenis gekregen van een mevrouw, Sylvia de Gieter, die de voordelen die u nu beiden heeft genoemd, die dat mooi illustreert. Mevrouw de Gieter is trouwens in het OLV opgevolgd. En heeft daar een revalidatietraject gevolgd. En laten we even kijken en luisteren hoe zij dat heeft beleefd. Vorig jaar is er ontdekt dat ik een tumor had, een kwaadaardige tumor in mijn borst. In de zomer is die dan verwijderd. En na de zomer heb ik dan bestralingen gehad. En momenteel heb ik nog de hormoontherapie die ik nog een paar jaar moet volgen. Ik ben geopereerd in het OLV-ziekenhuis in Aalst. De begeleiding is er heel goed. De behandeling werd goed uitgelegd, maar ook alle mogelijkheden die ernaast zijn. De psychologische bijstand, het revalidatieprogramma. Toen ik bij de sociale verpleegster kwam, werd deze folder gegeven over het OncoFit en OncoReva-programma, waar ik eigenlijk tamelijk snel heel enthousiast over was. Dus ik wou zeker instappen in dit programma waarbij ik eigenlijk 2 dagen extra ging sporten onder begeleiding van een kinesist om mijn conditie terug op peil te krijgen. Dus dat was heel interessant. Naast het sportieve luik kwam in het OncoReva-programma eigenlijk ook nog een ander luik naar voren. Dat was het sociale aspect. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Je sport in groep met nog 4 andere mensen die eigenlijk hetzelfde meegemaakt hebben. Je bent aan het sporten, maar je kan ook je hart luchten. Die kwalen bespreken, zoals de vermoeidheid en de verstrooidheid, die je eigenlijk in je omgeving niet kwijt kunt. In je omgeving is er wel begrip, maar na je behandeling gaan zij ervan uit dat alles weer wordt zoals het gewone. En dat is niet zo. En hier was echt het principe van gedeelde smart is halve smart, omdat we hetzelfde meemaken, hetzelfde voelen. Voilà. Mooie getuigenis. Herkenbaar voor jullie,
bij de heel herkenbaar. Ja, absoluut. Patiënten die jullie zien. Ja. Ja, absoluut. We hebben heel wat vragen binnengekregen op voorhand, dus we gaan die nu aan jullie stellen. Aarzel ook niet om verder uw vragen via de chat te stellen, want daarvoor zijn we hier vanavond. Hè. De eerste vraag, Wim, is van Irma en Nick. En die vragen, hoe moet je bewegen tijdens en na de behandeling? Qua ritme, frequentie, intensiteit. Wat is de beste? We proberen eigenlijk te streven, zoals we daarnet in die presentatie gezien hadden, naar een 150-tal minuten bewegen per week. Dat is ergens een richtlijn die ze van de Wereldgezondheidsorganisatie ook uitschrijven. Nu, het is niet de bedoeling dat je 2,5 uur gaat aan een stuk gaat bewegen. Dus de bedoeling is dat je dat spreidt over een 2 tot 3-tal sessies gedurende de week. Aan een matige intensiteit. Dat is wel een hele belangrijke. Van heel veel mensen hebben de neiging om zich te gaan overdoen tijdens een beweging, om zich te gaan overzetten. Maar het is ook wel heel belangrijk dat je er in een matige intensiteit blijft, dat je toch wel in het aerobe gebied, zoals wij dat zeggen, blijft bewegen om je belastbaarheid te vergroten, om je basisconditie te vergroten. Dus we willen absoluut niet naar dat anaerobe gebied waar je echt wel je spieren gaat laten verzuren en dergelijke. Daar willen we uitblijven, om tal van redenen. Maar dus één grote raad is bewegen aan matige intensiteit spreiden over de week. En dan mogen gerust 200 of 250 minuten bewegen zijn. Op zich is dat niet erg, als het maar rustig genoeg is en goed gespreid zit. En vooral, ja, luister naar je lichaam. Okay? Mm-hmm. Luister naar wat je aan kan en je zeker niet gaan overzetten. Mm-hmm. Zijn er sommige sporten effectiever dan andere? Dat vragen Sharon en Kathleen. Bijvoorbeeld 30 minuten wandelen, Nordic walking, zwemmen. Ja, ook yoga, daar, hoge intensiteit. Ja. Wat? Wel, ook daar komen we terug op die matige intensiteit trainingen en die matige sporten, zoals zijnde wandelen, Nordic walking, fietsen is eigenlijk ideaal. Wat je moet gaan vermijden als oncologisch patiënt, is die echt intensieve toestanden, zoals die high-intensity intervaltraining. Omdat je dan toch wel heel snel je spieren gaat laten verzuren en er zijn al studies die aanwijzen dat echt wel een kankercel het best gedijt in een fermenterende, verzurende omgeving. Dus daar willen we wel uitblijven als we gaan bewegen. Mm-hmm. Dus we willen echt maar ook naar training toe, naar basisconditieopbouw. Vergelijken met de starter runner die gaat lopen. Als die elke keer gaat lopen en die gaat telkens het onderste uit de kast halen, dan gaat hij nooit iets opbouwen. Mm-hmm. Dus we willen echt wel aan gematigde intensiteit, zoals wandelen, hiken, Nordic walking is heel goed, fietsen is heel goed. Yoga is fantastisch, omdat yoga echt wel de lenigheid benadrukt. Ook. Mm-hmm. Dus de stramheid van de gewricht naar een van de typische nevenwerkingen, dat kun je wel min of meer ondervangen met een goede gerichte yogatraining. Mm-hmm. En de balans tussen krachttraining en cardio? Is er daar een richtlijn? Wij doen dat. Als wij trainen, proberen wij er 50-50 in te gaan. Om toch echt wel de cardio en de krachttraining. Natuurlijk, krachttraining, what's in a name? Je mag krachttraining niet voorstellen als dat iedereen daar in de fitness staat met de halters en de barbells. Dat is zeker niet de bedoeling. Krachttraining is echt wel een gerichte spieropbouw. En daar proberen wij 50-50 te werken. Een goede krachttraining is ook gewoon recht staan en neerzetten op je stoel op een goede, correcte manier. Om die squatbeweging te gaan doen. Mm-hmm. Wij werken altijd met, als wij een uur aan het trainen zijn, zijn we een half uurtje met een cardio training bezig en een half uurtje met een krachttraining. Om dat zo goed mogelijk op elkaar te laten afstemmen. Mm-hmm. En dat is de ideale wereld. In de praktijk misschien niet altijd haalbaar, maar probeer daar toch naar te streven. Oké. Okay. Een andere vraag die we binnenkrijgen is een vraag van Nick. En Sophie, misschien kan jij daar een antwoord op geven. Wanneer kunnen we beginnen met beoefenen van lichaamsbeweging tijdens een behandeling? Wel, ik denk dat, zoals dat we eigenlijk al ervaren hebben met beide projecten, dat eigenlijk, ja, uiteraard, hoe beter in vorm dat je bent op het moment dat je aan zo'n behandeling begint, hoe vlotter dat het gaat. Maar, pardon. Ook al, iedereen hoeft per se een sportman te zijn, maar ik denk dat het net extra belangrijk is dat van zodra dat er een behandeling opstart, dat mensen daar extra aandacht gaan aan besteden om te beginnen bewegen. En zoals Wim zei, moet het best een matige intensiteit zijn, maar gewoon het regelmatig 2-3 keer per week in beweging zijn. Op welke manier dan ook. Dus ik denk zeker dat de behandelingen, en dat blijkt ook uit de studies, dat de opstart van beweging zeker niet in de weg staan. Het tegendeel eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Er zijn
bij een behandeling verschillende bijwerkingen. Bijwerking bij chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie, immuuntherapie. Zoals vermoeidheid, gewrichtspijn, stijfheid. En je hebt het al een paar keer vernoemd, maar wat is de invloed van lichaamsbeweging op die verschillende bijwerkingen? En Irma bijvoorbeeld die vraagt, ik heb hele erge stramme spieren door mijn behandeling. Wat kan ik daaraan doen? Ja, bewegen. Echt bewegen. Ja, ja. Het klinkt clichématig, maar bewegen helpt. Maar ik snap het wel ergens, want we komen uit een tijdperk van vroeger dan, waarbij dat mensen vermoeid waren en heel vaak de huisarts zei van ja, als je vermoeid bent, dan moet je wat rusten. Leg je op de zetel en het gaat beter gaan. Ja. Maar uiteindelijk raak je daar wel in de vicieuze cirkel, want doordat je minder actief bent, ga je sneller vermoeid geraken. Je gaat sneller gaat rusten, je bent nog minder actief, je gaat terug sneller vermoeid raken. En je raakt daar niet uit die spiraal. En dan krijg je ook wel, doordat je minder gaat bewegen, een van de nevenwerkingen is ja, spierstramheid, gewrichtsstijfheid. En door die minder te gaan gebruiken, gaan die enkel maar stijver en stijver en stijver worden. Vergelijk dat met een sporter die een heel intensieve training gedaan heeft. Je zondags een beetje stijf, een beetje stram. Die gaat net gaan loslopen om dat te gaan counteren. Dus je moet net opnieuw die doorbloeding door je pezen, door je gewrichten krijgen om dat opnieuw te gaan opwekken. En daar wel terug die gewrichtheid, die gewrichtsstijfheid te gaan tegengaan. Dus ja, bewegen is daar echt wel... Ja, het klinkt clichématig, maar ja, zo simpel is het. Dus proberen bewegen, wandelen op een lage intensiteit en dat zo proberen aanpakken. Ja. We hebben hier een hele specifieke vraag binnengekregen van Ines. Die heeft neuropathische pijnen aan tenen en vingers. En ze vraagt of dat kan verbeterd worden met een soort wiebelmat. Ze noemt het een wiebelmat, waar je met de voeten iets gaat doen. Ken jij dat, een wiebelmat? Niet direct in thuis. Niet direct. Ik denk dat veel patiënten door de chemo gaan ze een soort polyneuropathie, een aantasting van hun zenuwbanen krijgen. En dat kan, als je niet goed voelt waar dat je voet zet... denk ik, ja, wij gaan bij de revalidatie specifiek voor die mensen wel oefenen op proprioceptie, op hoe dat ze hun voeten zetten. Dus ik ken de wiebelmat niet direct, maar ik neem aan dat misschien ergens op vlak van die proprioceptie wel wat helpt. Maar het herstel van de zenuwen op zich, dat is helaas iets wat de natuur moet doen. Mm-hmm. Wij kunnen zo goed mogelijk de bijwerkingen proberen op te vangen, maar ja, het herstel van de zenuwen zelf, ja, daar, dat is de natuur dat zijn werk moet doen. Maar ik neem aan dat zo'n wiebelmat misschien wel... als ik me er iets kan bij voorstellen, dat op hoe dat je je voeten moet zetten en daar je balans vindt, dat misschien wel op die manier werkt. Ja, maar ik heb er ook geen ervaring mee. Mm-hmm. Nee. Marijke heeft daar een bijkomende vraag bij. Zij leidt een beetje naar neuropathische pijnen en of er een speciaal programma daarvoor bestaat. Of dat een speciale... dat jullie daar een speciaal programma voor uitwerken, of dat jullie nog weten? Niks, ja, nog niks echt specifiek naar die neuropathische pijnen toe. Wij proberen iedereen zo goed mogelijk te gaan in beweging brengen, te gaan conditioneren. We hebben wel al patiënten gehad die echt wel een polyneuropathie hadden en daar toch wel merkelijk beterschap mee krijgen door echt wel een beweging te gaan doen. En ook wel op die krachttoestellen beter of met een fitnessbal beter en echt wel dingen grijpen die handen gebruiken. En ja, ik kan niet zeggen dat het onmiddellijk terugkeert, want het is geen wondermiddel, maar je kan wel, die kleine percentjes die je wel kan gaan beïnvloeden ermee, doe je wel. En je schakelt wel die variabelen een beetje uit. Mm-hmm. Johan heeft dan nog een andere vraag. Die zegt, als ik in behandeling ben, ik ben in behandeling, en soms word ik echt moe van het sporten, wat moet ik dan doen? Is dat beter om te stoppen of ga ik door? Ik zou doorgaan. Ook al binnen de grenzen van wat menselijk mogelijk is natuurlijk. Maar ik zie heel veel patiënten die vooraf soms bellen en zeggen van goh ja, vandaag, ik ben echt moe, het lukt echt niet, ik voel me niet zo super. En dat we dan zeggen van okay, ja, maar probeert. Komt gewoon langs en probeert. En lukt het niet, ja, dan stop je na een kwartier. En die na een kwartier dus echt bezig zijn en die buiten wandelen met een pak meer energie en een veel beter gevoel dan ze begonnen zijn. Ja, dat is waar. Ja. Achteraf komt de voldoening. Hè. En ik denk dat dan net het groepsgevoel is dat maakt dat mensen denken van ik ga toch maar komen, want anders moet ik het volgende week uitleggen waarom dat ik er niet was. Ja, inderdaad.
En dan moeten ze allemaal beamen dat ze dan nadien eigenlijk heel content zijn, dat ze toch geweest zijn en dat het zeker wel gelukt is, ondanks de vermoeidheid bij aanvang. Ja. Ja. Ik denk dat vooral het ritme, de regelmaat, en dat is het probleem als je het alleen moet doen op een dag dat je veel vermoeid bent, dan gaat je zeggen nee, ik doe dat niet. Terwijl als je verwacht wordt 2 keer per week of 3 keer per week, dan ga je ondanks de vermoeidheid of het toch niet goed voelen of een slechte nacht gehad hebben door vapeurs of weet ik wat, dan ga je toch zeggen, ik ga toch gaan. Mm-hmm. En dan zie je dat die opbouw veel beter is. En van zodra dat ze dat lichaam terug is positief ervaren van dat is best wel trainbaar. Ik krijg een keer positieve spierpijnen. Ja. Dat geeft zowel lichamelijk als mentaal toch wel energie. Energie. Ja. Mm-hmm. Er komt een vraag van Zita, die zegt... kan er een langdurige vermindering zijn van fysieke capaciteiten als gevolg van een langdurige behandeling? Ja, maar dat is heel individueel verschillend. Dat is, die zijn er. We hebben mensen die tot jaren nadien nog echt wel de hinder ondervinden van hun behandeling dat ze gehad hebben. We hebben ook heel veel andere mensen die korte periode na hun behandeling echt wel terug op een zeker niveau zijn. En een van de mooiste voorbeelden was een mevrouw die ik in 2019 in de herfst gezien had. Die eigenlijk midden in behandeling was, die conditioneel onder nul stond. Dus echt, die had moeite met een trap op te gaan. We hebben die geconditioneerd tijdens de behandeling en die kon een viertal weken na haar behandeling heb ik die opnieuw gezien en die wou een inspanningstest doen om te weten waar ze stond. Mm-hmm. En die mevrouw heeft 10 km/u gelopen op een loopband, wat voor haar een openbaring was van wauw, ik tel terug mee. En dat was inderdaad maar 3 weken na de laatste behandeling. Nu, ook dat is uitzonderlijk. Mm-hmm. Ook dat is heel snel. Maar ik vind het heel moeilijk om daar echt wel een lijn in te trekken. Dat is zo individueel verschillend. En ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat het niet ligt aan de inzet of het doorzettingsvermogen van patiënten. Want mensen hebben soms een schuldgevoel dat ze zeggen, mijn buurvrouw, na 3 maanden na het beëindigen van de behandeling is ze terug aan het werken en bij mij lukt dat niet. En dan gaat een buitenwereld soms wat oordelen en zeggen, je moet nog wat meer je best doen, maar er zijn factoren bij. Ja, de ene behandeling is de andere niet. De ernst van de uitgebreidheid van de kanker is... Ik denk dat je vooral moet benadrukken aan patiënten dat er niet mag vergeleken worden en dat het niet ligt aan genoeg op de tanden bijten. Daar is een factor bij. Hè. Ik bedoel, als je niks doet, gaat het niet lukken. Maar mensen mogen vooral niet gaan vergelijken. Hè, of oordelen van, die zal niet genoeg geoefend hebben. Mm. En daarmee kan die nog niet werken. Hè. Ja, het is heel individueel. Hè, iedereen reageert ook compleet anders op zijn training, op zijn behandeling. Dus dat kan niet genoeg benadrukt worden. Iedereen is echt individueel verschillend daarin. Ja. Mm-hmm. Nadine en Marco die vragen waar ze informatie zouden kunnen vinden over die centra, die gespecialiseerde centra. Het is ook een vraag die eigenlijk al is gesteld. Ja. Bestaan er lijsten? Bij wie kunnen ze terecht voor die informatie? Dat is bij jullie. Ja. Maar wat als de mensen die bij jullie in behandeling zijn, waar vinden ze die informatie dan wel? Zijn er een aantal tips die jullie daar rond kunnen geven? Op elke dienst fysische geneeskunde, en ik denk dat in elk Vlaams ziekenhuis, dat er een dienst fysische geneeskunde is. Ik denk dat je daar absoluut terecht kunt voor de juiste informatie binnen het ziekenhuis of in de periferie. Ik denk dat je daar altijd wel voor de juiste info terecht kunt. En ik denk dat ieder in zijn buurt heeft wel een ziekenhuis in de buurt. Mm-hmm. Maar ik denk dat de fysische geneeskunde daar zijn plaats wel heeft en dat de oncologen daar misschien minder... een antwoord kunnen opgeven. Ja. Dus ik denk dat... En misschien ook op kanker.be staan de 30 laureaten, dus de 30 centra, waar er ergens wel een revalidatieprogramma is voor kankerpatiënten. Misschien is dat ook een tipje om mee te nemen. Zeker. Het kan inderdaad een deur openen. Er is ook achter de schermen heel veel in beweging, want we hebben ook een werkgroep binnen Vlaanderen rond oncologische revalidatie. En daar proberen we toch ook wel heel veel dingen in kaart te gaan brengen. Dus ik denk dat er binnen afzienbare tijd, misschien binnen het jaar, wel ergens een online platform zal te vinden zijn of een aparte website waar dat bepaalde dingen gaan opgeleid staan. Nu, dat staat nog in de stijger, dus op dit moment is het nog... vooral bij ons dat de informatie kan gehaald worden en we gaan die met veel plezier doorgeven, maar we willen er wel naar streven dat dat meer
algemeen bekend raakt, toch, dat, ja, dat ja. die boodschap uitgedragen wordt. Ja, zeggen, ik denk dat het echt nodig is, want de Stichting Tegen Kanker wou echt dat de gespecialiseerde centra konden uit connecties en een soort netwerk oprichten, kwaliteitsvolle netwerk. Ik denk dat jullie dat heel mooi en duidelijk uitgelegd hebben. En dat is eigenlijk de toekomst, dat elk centrum zijn netwerk heeft van gespecialiseerde onco-revalidatie. Ja. Want we kunnen niet alles in een ziekenhuis doen. Nee. Van dat idee moeten we afstappen. We kunnen niet alles in een ziekenhuis doen. We moeten echt wel gaan samenwerken met de perifere partners, met de mensen, met de eerste lijnzone, de tweede lijnzone. Die zijn even gespecialiseerd als dat wij zijn. En mensen kunnen daar even goed terecht. Ja, absoluut. En het is voor een patiënt nu eenmaal veel aangenamer als die gewoon twee straten te voet kan uitgaan en naar het centrum bij hem in de buurt gaan, dat hij telkens in een wagen moet stappen naar hetzelfde ziekenhuis waar hem al zoveel binnen is. Ja, ook dat is moreel wel een drempel, hè. Ja. Mm-hmm. En na al die onco-revalidatie belanden ze weer in een situatie waar ze autonoom zijn en niet meer zo afhangen van het centrum. En dan belanden we weer terug in de primaire preventie, dat vanavond niet de topic is. Ja. Maar toch, blijven bewegen is ook iets dat voor een stuk kan bijdragen om een aantal kankers te voorkomen. Absoluut. Ik denk dat wij daar allemaal achter staan om dat ook te delen. En het is voor heel veel mensen ook wel een levens... veranderaar. Het feit dat ze zo'n aandoening doormaken, maakt hun echt zo'n switch in levensstijl. En staan ineens anders in het leven, gaan wel bewegen, zijn sportief, gaan fietsen, gaan wandelen, beseffen dat mm-hmm. belang daarvan. En dat creëert toch wel heel veel goede dingen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat ik eigenlijk, als ik patiënten aan het einde van hun revalidatieprogramma ook wel zeg, als ik ze zie, dat ik dan hoop dat als er één positief ding aan gans dat verhaal zou moeten zijn, is dat ze hun lichaam soigneren, dat ze daar tijd voor maken en dat dat niet in de rush van het dagelijks leven weer verdwijnt. Ja. En dat probeer ik toch altijd als een boodschap mee te geven. En mensen doen dat wel. Ja, nee, ik denk toch... Bewuster. Ze gaan er bewuster mee. Ja, absoluut. Ja. Een heel andere vraag komt van Hilde en die vraagt of... wellness, massage, meditatie, lachtherapie versus aangepaste fysieke activiteit, of dat hetzelfde effect kan hebben? Ik ben niet zo thuis in de lachtherapie of andere zaken daarop genoemd, maar ik denk dat het niet of mag zijn. Ik denk dat de fysieke training... dat die absoluut nodig is, maar als iemand energie kan halen of deugd heeft van die andere zaken. Hè. Ik denk, bij jullie wordt er ook relaxatie gegeven. Hè. Ik denk dat mm-hmm. hè, die zaken dat worden opgenoemd, daar ook wat naartoe gaan. Dus ik denk dat het zeker wel belangrijk is, hè, maar ik denk dat niet het een of het ander mag zijn. Ik denk dat eerder zowel het een als het ander zijn bijdrage levert. Ja. Aanvullend. Dus. Aanvullend en verhaal. Mm-hmm. Nick vraagt hier... ik ben jarenlang behandeld. En hoe kan ik nu opnieuw beginnen sporten na die jarenlange behandeling? En ik heb ook wel een beetje angst om te bewegen. Ik heb lang niet gesport. En dat, nu? Dat zien wij heel veel, omdat dat toch wel een drempel is waar mensen terug over moeten en... Dat zie je zelfs bij mensen die in het verleden heel frequent gesport hebben, die heel fysiek actief waren, die om een of andere reden, zoals een oncologische behandeling, uitvallen gedurende een jaar, twee jaar, drie jaar. En die zelf niet over die drempel geraken om weer te gaan sporten. Die schrikken om dingen verkeerd te doen, ook vooral. Sommigen hebben dan... Iedereen heeft tegenwoordig wel een wearable, heeft een hartslagmeter aan en dan gaan ze gaan joggen in het park. Mijn hartslag is heel hoog van wat gebeurt hier. Dus mensen hebben heel veel onzekerheid erin. Nu, de gouden raad erin is, laat u er goed in begeleiden, want uiteindelijk, dat is de sleutel tot succes. Laat u goed begeleiden, start op een heel rustige manier, op een heel gefundeerde, doordachte manier, dat je zeker niet in de valkuil trapt van jezelf te gaan overtrainen, want je kunt jezelf binnen 3 weken gaan overtrainen. Dat is het makkelijkste dat er is. Dat is het verhaal van opnieuw op een start-to-run-atleet bijvoorbeeld terug te komen. Een mens die start-to-run doet, kan 5 kilometer lopen en fantastisch, chapeau dat ze dat doen. Maar dan maken ze er een sport van om telkens 5 kilometer te lopen en een minuutje sneller thuis te zijn. Ja, ja. En voordat je het weet, overtrainen die zich gewoon. Die overtrainen zich binnen de 3-4 weken. Hetzelfde met een patiënt die terug herneemt na een oncologische behandeling, na zoveel jaren, of die schrik heeft om te sporten. Het risico dat je daar te ver of te diep gaat, is heel reëel. En dan moet je die mensen echt gaan leren van, ja, maar rustig sporten is oké.
Je moet gaan sporten en kunnen thuiskomen met het idee van oké, ik heb nu een half uur gefietst of gewandeld of ik ben aan het lopen geweest, eender wat. Maar je moet het gevoel hebben van, ça va, ik kon nog eindelijk wel een half uurtje verder gaan. En dan ben je goed bezig. Mm-hmm. Dan ben je echt aan je basisbelastbaarheid aan het werken. Mm-hmm. En niet altijd het gevoel willen hebben van thuis te komen in de zetel te ploffen. En wauw, en niet meer gesport, en niet meer kunnen, want dat leidt nergens toe. Mm-hmm. Dat is duidelijk, denk ik. Een specifieke vraag komt ook van Elvira, die zegt, kan fysieke activiteit de oorzaak zijn van lymfeödeem 5 jaar na de kankerbehandeling? Ik denk dat daar bestaan heel wat studies rond, maar wat dat momenteel toch nog de algemene trend is, dat vooral de repetitieve bewegingen, dus het herhaaldelijk herhalen van dezelfde beweging, iets is wat dat zelfs jaren na datum nog een zwelling van de arm kan uitlokken. Dus ook in ons trainingsprogramma's gaan wij bij mensen met een okselklieruitruiming gaan wij zeker oefenen op bewegelijkheid, mobiliteit van die schouder, maar herhaaldelijke krachtoefeningen voor de arm gaan wij niet doen, omdat dat toch wel... Daar zijn zeker gevallen bekend waarbij dat je dan zelfs na jaren dat nog kunt uitlokken. Ja. Nu, daar loopt heel wat studies rond. Hè. Ik denk dat, We zoeken dan een voortschrijdend inzicht dat zich constant blijft ontwikkelen. Maar inderdaad, die repetitieve bewegingen worden inderdaad wel vermeden. Ja. Dan een laatste vraag komt van Dave. Welke invloed heeft kanker of een tumor op intensief sporten? Dat is eigenlijk een vraag die je onmiddellijk kunt gaan omkeren. Ook van welke invloed heeft intensief sporten op je tumor? Dus dat is eigenlijk een tweeledige vraag. Beginnen met het begin. Welke invloed heeft de tumor op het intensief sporten? Door het feit dat je een tumor ontwikkelt, ga je echt wel... In sommige gevallen, afhankelijk waar je tumor zit, kun je echt wel beperkt worden in je fysieke activiteit, in je fysieke bewegingen. En een van de dingen die je zal beginnen merken is een vermoeidheid, een mindere conditie die minder uitgesproken is, die je niet direct kan linken aan iets. Dus dat heeft zeker een invloed. Langs de andere kant heeft te intensief sporten ook wel invloed op je tumor, op je kanker op zich. Want er zijn ook heel veel studies die nu al de laatste jaren uitgekomen zijn, die echt wel aantonen dat als je te intensief gaat sporten in een te hoge hartslagzone. Ik kan niet zeggen dat je het erger maakt, maar je gaat het zeker niet beter maken. Omdat je net die aerobe energielevering wilt. Je wilt die lage intensiteit waarbij dat je zuurstofopname hebt en zuurstofverbruik hebt en een heel lage belastbaarheid. En als je te hoge intensiteit gaat sporten, ga je niet alleen je eigen conditie ondermijnen, maar je kan potentieel wel eens die tumorcel, ik kan niet zeggen aan het voeden zijn, maar toch wel een ideale omgeving creëren waar die in kan floreren. Mm-hmm. Dus intensief sporten is oké voor een vitale atleet die als doel heeft om naar Tokio te gaan of naar een of ander kampioenschap te gaan. Als dat voor gezondheid is, zijn we beter met gewoon gematigd, goed gecontroleerd sporten in alles. Ja. Ik denk dat Sofie dat ook wel kan beamen. Absoluut. De grenzen kennen, hè. Dat is belangrijk. Hè. Ik denk dat een mooi eind is om bij de vragenronde. Ja. De antwoorden zijn zeer verhelderend. Ik ga u nog eventjes vragen, u heeft het eigenlijk wel al gezegd, maar wat de steun van Stichting Tegen Kanker voor uw project eigenlijk betekent en wat eventueel de toekomstplannen zijn nu in dit project? De steun van de Stichting Tegen Kanker heeft ons een fenomenaal voordeel gegeven. Want als je weet van... vroeger hadden wij enkel het oncorrevalidatieprogramma, waarbij dat je inderdaad terugvalt op het RISIF en de terugbetalingen van het RISIF en dergelijke mee. Maar je zit heel beperkt in die mogelijkheden. Door de steun van de Stichting hebben wij die ademruimte gekregen om echt mensen tijdens de behandeling te kunnen gaan helpen. En in het pre-COVID-tijdperk, we zitten nu met het pre- en het post-COVID-tijdperk, dat is nu eenmaal zo. Maar in het pre-COVID-tijdperk zijn wij gestart in september 2019. En net voor de eerste COVID-lockdown hadden wij 120 patiënten gezien die tijdens behandeling aan het sporten waren, binnen of buiten het ziekenhuis. Nu, dat spreekt over een periode van een kleine 5 tot 6 maand. Als je op die periode al 120 patiënten ziet, heb je er heel veel aan het sporten, aan het bewegen gekregen, ben je heel veel mensen aan het helpen. Ondertussen is die lockdown er dan gekomen. Maar
Dat is een doel waar wij nu terug naar het evolueren zijn. We zijn terug die mensen aan het zien, mensen zijn terug aan het bewegen. En dit komt echt ja, doordat we die financiële ademruimte hebben vanuit de Stichting Tegen Kanker om daar iets mee te gaan doen. Ja. Om die mensen daar, die uren daarop te zetten, om die programma's te gaan ontwikkelen, om die linken te gaan leggen met de periferie. Want uiteindelijk, dat kost allemaal heel veel tijd en geld. En je moet ja, nu eenmaal die financiële ademruimte hebben. En op het einde van de rit is de patiënt de grote winnaar. En daar moeten we altijd naar streven, want dit is altijd in functie van de patiënt. Eender wat we doen, dit draait niet om ons, maar het draait om de patiënt. Dus. Zeer belangrijk voor u. Ik denk dat Cadans was het programma dat we al jaren lopende hadden. En die uitbreiding was niet mogelijk geweest zonder de steun van de stichting. Die bewegingssessies op het dagziekenhuis. Wij moeten ons kinesisten, op het moment dat onze kinesisten naar daar gaan, kunnen ze geen andere patiënten behandelen. Er zijn nu eenmaal lonen dat moet betaald worden. En ja, voor de patiënt kost het niks, het is gratis. Dat maakt het ook laagdrempelig. Als mensen nog daar een rekening voor gepresenteerd krijgen, denk ik dat het ook afschrikt. Er is ook weinig administratie rond die bewegingssessies. De kamernummers en de naam wordt genoteerd, maar dat gaat gewoon heel vlot en maakt dat het... zonder die steun is dat absoluut in het huidig... systeem niet mogelijk. Ik denk dan de bewegingssessies in het sportcentrum, de beurtenkaart. We hebben daar toch een kleine symbolische bijdrage gevraagd, omdat er moet toch ook wat inspanning van de patiënt komen. Maar ik denk dat €5 voor 10 lessen, dat niemand... kan zeggen van ik heb die financiële mogelijkheid niet om dat te doen. En... het maakt het gewoon heel laagdrempelig en heel toegankelijk. En ja, ik denk dat dat absoluut een heel grote meerwaarde is voor de patiënten. Het fijne is dat wij patiënten nu soms bijna een jaar volgen. En de kinesisten zien ze van in het begin. En mensen ervaren dat als heel positief, het gevoel gesteund te zijn en gemotiveerd te worden. Ja. En zonder de steun is dat echt is dat niet realiseerbaar. En wij hopen op termijn natuurlijk dat te kunnen uitbreiden. Momenteel hebben wij 3 bewegingssessies. Dat wil zeggen dat mensen die op woensdag en vrijdag komen, daar voorlopig niet kunnen van genieten. Wij hebben wel met op het dagziekenhuis gekeken waar dat de grootste doelgroep op welke dagen dat die kwamen. Maar eigenlijk zouden we bijna voor- en namiddag moeten zo'n half uurtje kunnen aanbieden. Zodanig dat iedereen die voor- of namiddag komt, dat kan doen. En wat dat de sportcentra betreft, nu is dat enkel het sportcentrum in Bonheiden. Maar ja, ik denk dat het op termijn ook ruimer moet zijn. En dankzij de steun hadden we ook niet kunnen ervaren hoe positief dat het is voor de patiënten. En dank u wel. Dat is prachtig, want eigenlijk de bedoeling van die grants was ook over die 4 jaar het aantal patiënten te verhogen die toegang hadden. En de droom is wel van 15.000 patiënten per jaar, 4 jaar lang, dus dat is 50.000 patiënten. Wij zouden daar heel blij om zijn. Nu, natuurlijk, per jaar zijn er wel 70.000 nieuwe kankerdiagnosen. Dus dat is nog onvoldoende. En het misschien een mogelijke positieve output is, met al die projecten hebben we wel zaken die we kunnen vertellen aan de overheden, met de impact ervan, samen met jullie, om te zeggen, iedereen heeft er baat bij dat daar een mooie vergoeding komt om al die patiënten te helpen. Minder kankers naar de toekomst toe, de mensen helpen, betere respons op de behandeling, minder nevenwerkingen. Iedereen heeft daar baat bij. Dus ik denk dat we gaan blijven ijveren binnen Stichting Tegen Kanker om daar verder werk van te maken samen met jullie. Heel graag. Absoluut. Heel graag. Ik zou jullie graag willen bedanken voor jullie zeer interessante insteken en antwoorden. Ik denk dat er heel wat is opgestoken. Bedankt voor jullie tijd en aanwezigheid. Met heel veel plezier. Ik hoop dat u als kijker ook heel veel heeft opgestoken van de antwoorden die vandaag zijn gegeven op zeer belangrijke vragen. En dat u, als u in een revalidatieperiode bent, ook de moed vindt om aan lichaamsbeweging te doen. U heeft hier alle voordelen vandaag gehoord, dus ik denk dat u zeker gemotiveerd kan zijn om dat te doen. De vragen die hier niet zijn behandeld vandaag, die worden behandeld door Kankerinfo, die u ten alle tijde kan bereiken. Hè, via de website, via het gratis telefoonnummer. Alles wat u wil weten over kanker, de twijfels waarmee u zit. Kankerinfo heeft het antwoord voor u.
Indien u dit webinar nog eens wil herbekijken, dan kan dat binnen enkele dagen op kanker.be. Daar vindt u ook alle informatie over kanker. En we hopen u ook nog eens op een volgende sessie te kunnen begroeten. Nogmaals bedankt voor uw aandacht. Zorg goed voor uzelf en een fijne avond.